Ik open de Lux Flex en wat ik zie? Het sneeuwt, het waait, het stormt, het hagelt. En liggen overal van die kleine fashion design. Hebben jullie nou echt gewoon twee planken voor de... Dat ik nu verslaan. Goedemorgen! Vandaag is het weer een nieuwe dag en toen dacht ik, en het is dinsdag. Vandaag ben ik lekker een dagje nog vrij, alleen ga ik morgen weer naar school en lekker bij mijn vriendin spelen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Goedemorgen, het is dinsdag. Ik heb het al gezegd allemaal! Weet ik, maar ik mag ook goedemorgen zeggen. Maar echt, ik open de Lux Flex en wat ik zie? Het sneeuwt. Echt, het sneeuwt. We zaten pas in de zon buiten. Korte broek en alles. En het sneeuwt gewoon nu. Ik denk, hoe dan? Ik ben al tegengezet. Ik zit te twijfelen of ik nu alle gordijnen dicht doe en gewoon doe. Of het heel lekker weer in zomer is. Maar echt. Ik weet dat het april is en dat dit erbij kan horen. Maar nee, het is echt niet mijn ding. Eet even een ontbijtje op. Ja, zo voelt het wel. Zo voelt het wel, ja. Ik heb me gedoucht en aangekleed. En lekker geen make-up op. Ik heb deze trui aan. Die is van French Connection. Zo vind ik hem leuker. Ik ben lekker simpel vandaag. Broek Levi's en lekker pantoffeltjes. Die heb trouwens ook echt net een mini hakje. Maar dat telt eigenlijk niet. Lekker make-up vrij. Want we wilden wel leuke dingen gaan doen. Alleen... Het sneeuwt, het waait, het stormt, het hagelt, alles. Dus Sarah en ik hebben besloten dat we gewoon even flink gaan opruimen. Sarah is de paasdingetjes nu aan het verzamelen beneden. En dan ga ik even de kist pakken waar we het allemaal in hebben. Ik weet niet wat ik in mijn haar heb. Iets van stof. Het zit alleen hier. Nou, het is weg. Dus dan gaan we dat even opruimen en de boel een beetje aan kant maken. En dan kunnen we, zeg maar, de nieuwe week die morgen dan begint... Lekker fris in. Kijk, Sarah heeft het allemaal klaargezet. Dus dit ga ik nu even opruimen. Paaspulletjes zijn weer lekker opgeruimd. En ik ben nu bezig om een soepje te maken voor de lunch. Daar hadden we allebei heel erg trek in. Sarah heeft de kamer net helemaal opgeruimd. Alweer. En die is nu bezig met de vloer opruimen. Want daar kan ik amper nog lopen. En als het goed is, is zij klaar. Als de soep ook klaar is. Dus dan kunnen we even lekker gaan eten. Ik ga nu even stofzuigen, want ik heb die paastakken net leeggehaald. En liggen overal van die kleine blaadjes nu. Zo, mama is nu soep aan het maken. En ik heb daarnet de zolder, mijn speelkamer, stuk. Ja. En mijn kamer intussen opgeruimd. En nu moet ik nog wachten totdat mama de uitslag, dat ik de uitslag krijg te weten van de zolder of het al goed is. Dus daar moet ik nu even op wachten. Dus daarom even lekker op de bank. In mijn soort van huispak met slofjes. Deze zijn echt super leuk. Weet je wel. Deze en dan zo'n rainbow. Dus ja, dat is helemaal leuk. Dat zou misschien kunnen. Als ik daar een keer aan denk en op tijd ben. Eens moet ik dat ook. Oké. Okay. Zij heeft de kamer en de zolder echt goed opgeruimd. Dus ik ben happy. En we hebben nu lekker soepie, want die is ook klaar. En we gaan de Bellinga's verder kijken, want dat had ik Sarah beloofd. Nou, je dacht eerst soep Glee, doen. Maar het is niet geworden. Ja, maar Glee gaan we dan na die verhuisreeks kijken. Ja, en kijk, leuk. Oh, Sarah is helemaal in de stylist modus, die heeft de shirt zo aangedaan. En ik wil graag dat deze mouwen er afgeknipt kunnen worden. En dat je ze erop kan zetten en af kan halen. Ja. Maar dat wordt een beetje ingewikkeld. Hij heeft wat leuks nieuws. Die heeft de Fashion Design Projector Set. Dat is deze. En die zijn we nu gaan proberen te installeren. Maar het werkt niet helemaal mee zoals ik zou willen. Dus als we deze er nou op doen. Kan ik hem dan iets kantelen zonder dat het er allemaal uitvalt. Want ik krijg die schroeven. Die willen er met deze schroevendraai niet heel lekker uit. Er moeten batterijen in, hè? Ja. Anders doet hij het niet. Ja. Dus
lastig. Ja, het is handig als ze daarin zitten als je het wil gebruiken. Ja. Ik ga daar ook gelijk aan beginnen. Ja, dat dacht ik. Oh. Ja, dit is echt leuk. Je ziet een outfitje. En je zelf, maar je kan ook zelf zeggen, bijvoorbeeld, ik neem de broek van de ene en dan doe ik een andere en dan teken ik daar dus shirt van. Of ik verander details. Je kan van alles, hè? Ja. We bewaren, denk ik, wel de doos. Dan kan je hem wel elke keer daar netjes in bewaren. Laat ja, net maar heel even dicht. Die heb je van nu niet nodig. Mag ik wel kijken wat het is? Nee, dat zijn ook waar je weer... Nee, dit zijn stickers. Nee, het zijn geen stickers, hè? Dat zijn andere soort slides. Dat is voor als je mini-poppetjes wilt maken. Nee, die kan je er ook weer inschuiven. Kijk, ergens in het boekje staat dat. Want dat zijn deze. Slideholders. Moet je maar even kijken. Kijk, dat zijn die. En die gaan dan... In dat ding. Kijk, want hier kunnen of de slides of die grote in. Maar doe maar eerst die andere dadelijk even voor het testen. Nou, hij wil er schroefde gewoon niet uit. Hij draait elke keer een beetje door. Volgens mij doe je de verkeerde kant. Nee, hij heeft echt wel op een schroef. Hij heeft gewoon niet heel veel grip. Ik heb het idee. De schroefdraai is gewoon eigenlijk net niet helemaal de goede maat. Kijk, tada. Zo, en dan moeten we daar 3 hebben. Maar lag er nog een open pak wat te rijden. Maar mama, dat was kijk, de bovenste en het was heel moeilijk om te pakken. Zo goed bij. Ja. Oh, dit zijn de poppetjes. Kijk, bijvoorbeeld dit poppetje. Want er moet nog meer losse batterijen. Want het zijn allemaal dezelfde poppetjes. Grappig hoor. Dan heb ik liever zo even goed te kijken, want het is een beetje donker. Hè? Deze moet zo. Deze moet zo. Er zitten wat dingetjes tussen met wat erin. Even kijken. Hé, hey, we hebben licht. Zie je het? Jee! Yeah. Oké, we gaan het dus uitproberen. Deze moet dan ergens zoiets. Nee, van mama. En dan moet je. Zo'n ding ja, rustig, rustig. Kies maar even een schijf. Maakt niet uit welke. Dit is toch je eerste testtekening? Ja. Oké, dan gaan we erin doen. Hier. Zet hem eens aan. Hier met je schakelaar. Oeh. Kijk. Ja, en dan kunnen we de focus. Even kijken hoor. Ik kies. Denk... Nee, mama. Kijk. Ik mag nee, wacht zelf. Even. Dat komt allemaal goed. En dan heb je de focus. Die kan je. Tot die scherp is, zie je? En dan leg je je blaadje. Haal er maar een blaadje vanaf. Leg je erop. Precies goed, zie je? Hij is niet precies. Nee, kijk. En dan moet je hem overtrekken. Dan kan je hem overtrekken in je eigen kleuren natuurlijk. Ja, dat is heel lekker bezig. Wordt echt leuk. Mag ik het eens zien? Ja. Oh, wat superleuk. Oeh, heel kort jurkje. Maar ze heeft ook wel hele lange benen. Hé, hey, wat doe je dit goed? Super gaaf. Maar ik ben nog niet klaar. Nee, ik wil dadelijk zien als het af is. Ga je hem dan ook laten zien? Ja. Ik heb ondertussen even de was opgehangen en de droge was allemaal gevouwen en opgeruimd. Dus zij heeft de tekening af. Kijk, dit... Ja, dat mag je zo doen. Kijk, dit is het ontwerp. Wel leuk, je hebt gelijk al zelf je print in de stof gemaakt. Echt super gaaf vind ik hem geworden. Het is zo raar weer vandaag. Nu, heerlijk zonnetje. We hebben net stormen, we hebben haal gehad, we hebben sneeuw gehad, we hebben storm gehad. We hebben regen gehad, we hebben gewoon alles gehad. Hebben jullie nou echt gewoon 2 planken voor de paprika's? Waarom ga ik de kip snijden dan? Ja, maar ik wil de kip gaan marineren. Want anders eten we echt heel laat. Wil je anders de kip even op 1 plank snijden? Ga ik de andere dingen doen? Ik leg het dan even erbij bij Sarah. Sarah is ook paprika aan het snijden. En paprika aan het snoepen, maar... Ja, dat mag. Super goed, ben je bezig, Moppie? Voor de risotto zo, hè? Ja. Hij is Sarah snijles aan het geven. Want Sarah wil heel graag leren zelf koken, hè? Ja. Dat als ik 11 ben, dat ik al een beetje zelf ga koken. Nou, misschien als je 10 bent al. Oké, de groenten en de kip. Auw, zit in de pan. Ik leg mijn lepel normaal, zeg maar, zo. Maar was het erin gegaan. Dus pak een beet. Nu was heet. Nou, het lepel wordt nu half neergelegd. Dus ik pak hem en dat was een beetje heet. Ik heb hem nu iets meer aan het puntje vast. En nu gaan we de kruiden erin doen. Ik gebruik deze altijd van Knorwereldgerechten. Dus dat is makkelijk.
Ga jij de tafel nou eens dekken? Ja, maar je was even vergeten dat je nog bezig was. Ik doe altijd eerst water in de kruiden. En als dat gemixt is, pas de rijst. Want de rijst gaat er altijd goed doorheen. Maar anders wil de kruidenmix soms niet goed mixen. Grappig, zo zie je niet eens dat de rijst nog in zit. En dadelijk is er natuurlijk heel veel rijst. En Sarah gaat hem los. En nu echt met heel veel rijst. Eruit! Nee. Vandaag heeft de picknick een perfecte timing. Ik heb net mijn vlog geëdit en aangezet om te renderen. En er wordt geklopt. Marco is de boodschap aan het aannemen. Zo, even een dupje. Oh, kak. Cancel. Ik zie opeens dat hij één dingetje niet goed heeft meegenomen. Oh, dat is irritant. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kan ik hem opnieuw aanzetten. Ik ben blij dat ik het zit te vertellen. Daardoor kan ik het nu herstellen. Anders had het niet geklopt. Oké, Marco is er binnengezet. Maar die is achter de computer gaan. En ik ben nu achter mijn computer vandaan. En ga de boodschappen doen. Weer alles eerst uitpakken en verdelen. Diepvries, koelkast. Gewone kasten. Oh, het is koud. Nog zo koud als buiten. Is het nog zo koud buiten? Ik ben toe aan zomer. Heel erg toe aan zomer. Echt. Nou, kijk, vorige keer had ik echt. Die bananen waren zo. En kijk deze. Kijk dit. Bijna geen banaan te noemen. Het is echt in. Ik ben even thee aan het zetten en gelijk. Zeg ik er schotels aan het klaarmaken. Ik ga een banaantje voor de doen voor morgen. Daar moet haar naam op. En haar bekje moet mee. En daar staat haar naam op. Ik geef hem altijd leeg mee, want dan vult ze hem op school. Want we hebben wel eens gehad dat de bekje ging lekker in de tas. En water mogen ze altijd bijvullen in de klas. Dus ik vind hem leeg meegeven echt beter. Want dan verdrink ik niet alle spullen in haar tas. Dat is een leuk. Ze heeft een tekening in een rugzakje gedaan. En een cadeautje. Want als je beste vriendin jarig is op school morgen, dan moet je natuurlijk een cadeautje geven. Het is lekker tegen, ligt hier altijd. I know, sorry. Maar, even kijken, ze wil per se deze hele kleine rugzak mee. Dan moet ik het dus allemaal in zien te krijgen. En ik moet hem even open laten staan, want anders vindt hij bananen niet zo leuk. Maar goed, dit staat klaar voor morgen. Ik ben zo bang dat ik me weer ga slapen. Want echt, dit hele afgelopen jaar zit er gewoon geen ritme in. We hebben natuurlijk weer 5 dagen vrij gehad. 4 dagen school, 5 dagen vrij, 3 dagen school. Dan weer 2 dagen vrij. Het schiet alle kanten op, lockdowns, alles. Ik heb zo geen ritme. Het is echt verschrikkelijk gewoon. Dus ik heb daar wel echt heel veel moeite mee elke keer. Ik heb mijn wekkers wel gezet. Vanochtend gelijk gedaan. Dus ik moet echt hopen dat ik me niet verslaap. Dat zou ik zo erg vinden. Maar goed, er gaan 4 wekkers. En die staan ook nog eens op de snoesfunctie. Dus als ik ze per ongeluk uitdruk, gaan ze allemaal nog 5 keer. Dus in totaal kunnen er dus 20 keer. Kan er dus 20 keer een wekker afgaan. Zowel de wekker staat ook ingesteld. Dus. Ja, als ik me dan nog verslaap, dan kan ik in ieder geval niet zeggen. Niemand kan dan zeggen dat ik niet mijn best heb gedaan om op tijd op te staan. Nu nog even een tijdje binge-watchen totdat ik naar bed moet. En dat is uiteraard de Bottype. Ik heb net met Marco trouwens wel een klein stukje de playlist gekeken, maar hij viel in slaap. Zij is naar boven gegaan, dus we hebben echt een kwartiertje gekeken of zo. Oh, ik wil zo niet naar bed, want ik zat er zo in. Maar ik moet. En ik ga netjes op tijd, want het is nog voor 12 uur zelfs. Dus ik ben best wel weer trots op mezelf. Dus even de laatste paar dingetjes opruimen. Ik heb net de bank al opgeruimd toen ik het laatste stukje van deze aflevering aan het kijken was. Ik denk dan ga ik toch op tijd naar bed en heb ik toch al opgeruimd. En dan ga ik lekker snel slapen. In de hoop dat ik eruit kom. Maar ik bedacht me ook, nadat ik dat net zei,
dat het meestal eigenlijk niet de eerste dag is naar school dat ik er niet uitkom, maar de tweede. Dus eigenlijk is donderdag een groot probleem. Maar goed, ik ga nu wel snel naar bed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!